Ready for Maddie? Ja. Hoe gaat het? Goed. Hoe ben je vandaag opgestaan? Met een ontbijtje. Wat heb je gegeten? 2 boterhammen met ei en kaas. Wat ga je de rest van de dag doen? We zijn vrij, dus ik ga naar Amsterdam met mijn familie. Vind je Amsterdam leuk? Heel leuk. Wat vind je het leukste in Amsterdam? Dicht bij mijn familie zijn. Wat vind je het leukste in Eindhoven? Deze mooie club. Welke club ben je gestart? ASV De Dijk in Amsterdam. En van welke club kom je nu? Everton. Wat was het tofste aan Everton? Trainen met hele grote spelers. Zoals? Zoals Wayne Rooney. Wat wil je bij PSV bereiken? Ik wil het eerste bereiken bij PSV. Wie is je favoriete speler bij PSV? Cody Gakpo. En wat is jouw positie? Mijn positie is rechtsback, middenvelder en centrale verdediger. Welke speel je het liefst? Rechtsback. Met wie zou jij 24 uur willen spenderen als je uit iedereen een keuze hebt over de hele wereld? Cristiano Ronaldo. Waarom? Dat is mijn idool. Wat zou je aan hem vragen? Vragen hoe hij zo goed is geworden in voetbal. En zou je ook durven vragen om een potje met hem te spelen? Ja. Ben je goed in trucjes? Ja. En welk trucje doe je het liefst? AK3000. Hoe heb je die geleerd? Ik heb hem buiten op de straat geleerd, tijdens het voetballen. Hoe train je die? Gewoon zo vaak mogelijk herhalen. Je hebt bij FC Volendam gespeeld, toch? Ja. Als ik nou een middag in Volendam iets moest doen, wat zou ik dan moeten doen volgens jou? Haring eten. Hou je van haring? Nee. Wat is je lievelingsvis? Kibbeling. Wat kook je het liefst? Pasta. Boerenkool met worst of rijst met kip? Rijst met kip. Hou je niet van Nederlands eten? Jawel. Wat is je lievelings Nederlands eten? Een duifje stamp. Wat bestel je graag? Wat ik graag bestel? Ik denk rijst of pasta. Wat vind je het vieste wat je ouders koken? Ik vond het altijd vies als mijn moeder spinazie maakt. Hoe woon je? Ik woon op dit moment nog in een hotel in Eindhoven. En wat doe je zoal in je hotel? Kijk Netflix. Ben je een serie of een filmkijker? Filmkijker. En welke film heb je het laatste gezien? Elf en een Chipmunks. Ah, oké. Hou je ook van dat soort films of hou je ook van actiefilms? Ik hou van beide wel, ja. Wat is je lievelingsacteur? Denzel Washington. Popcorn of chips bij een film? Dat ga ik toch voor chips. Zoet of hartig? Zoet. Heb je tattoos? Ja. Welke? Ik heb hier een tattoo. Waar staat die voor? Voor mijn oom. Als je nu een tattoo zou moeten zetten op je lichaam, wat zou je dan zetten en waar? Ik zou op mijn kuit zou ik een voetbal tatoeëren. Dirk uit? Nee, op mijn... wat ben je? Als je met een familielid zou opgesloten zijn in een ruimte, met wie zou je dan het liefst willen zijn? Mijn kleine zusje. Waarom? Ik denk dat mij het minste hoofdpijn gaat geven. Wat zou je dan doen? Zou ik met haar films kijken of series. Waar ben je voor het laatst op vakantie geweest? Mallorca. Wat heb je daar gedaan? Ik was met vrienden. En we hebben... ik kon niet zoveel met corona, maar we hebben genoten. Wie is de grappigste persoon uit je leven? Een vriend genaamd Romello. Vertel je graag moppen? Nee. Dus je hebt er geen grappigste mop die je nu kan vertellen? Nee. Hoe lang zou je het volhouden op een onbewoond eiland? Ik denk max een weekje. Wat zou je dan het meeste missen van thuis? Familie en vrienden. Ben je een apper of een beller? Een beller. Wie heb je als laatst gebeld? Mijn vriend Joshua. Hoe begon je dat gesprek? Met, hoe gaat het? Hoe eindig je het gesprek? Doei. ijs of warmte? Warmte. 40 graden of de hele dag in een sauna zitten? De hele dag in de sauna. Oké. Tikkertje of verstoppertje? Verstoppertje.
Ben je klaar met het gesprek? Ja,